YouTube, Ashton hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Holy shit! Mijn verjaardag livestream was fucking nice. Het was super leuk, het was geweldig. Dank u wel aan alle mensen die zijn komen kijken. Op een bepaald moment hadden we meer dan 2000 kijkers. What the fuck? Maar vandaag is het een heel andere video. Gisteren was het een leuke video. Vandaag gaan we mensen hun leven kapot maken. Er is iets gebeurd. Iets heel speciaal. Iets heel kut. Waar ik al over had getweet. Waar ik al dingen over had gezegd op Twitter. Zo'n dingen. Haha. En ik ging er geen video over maken. Ik had gezegd tegen mezelf, yo, we gaan hier geen video over maken. Tot ik zag dat de jongens in kwestie er wel een video over gemaakt hebben. Dus nu kom ik terug, verbaal, sterker, en we gaan 6 jongens hun leven kapot maken. En deze video gaat echt hard zijn. Ik weet niet of je het pesten kan noemen, maar ik ga echt hard zijn. Deze video is echt hard. Ik zou dit normaal niet mogen doen, maar ik ga echt hard zijn. Voor kijkers. Wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten. Ik ben Acid. Ik zou zeggen, smash zeker een duimpje omhoog. Let's fucking go. YouTubers kunnen er niet zo goed tegen als mensen bij hun huis staan en aanbellen aan hun privé-eigendom. Die YouTubers doen dan de deur open, beginnen te schelden met alles wat ze hebben en doen de deur weer dicht. Ik ben altijd de jongen geweest die als er mensen aanbellen, ga ik altijd al naar beneden. Ook al duurt het altijd effe, omdat ik meestal nog slaap als die mensen aanbellen. Ik ga altijd wel naar beneden, ook al duurt het altijd effjes. Tenzij, en ik zeg echt tenzij, omdat ik meestal wel open doe als er mensen naar mijn huis komen, ook al vind ik dat echt niet leuk. Tenzij die mensen je deurbel spammen. Want dan echt gewoon drukken op die bel, fucking onrespectvol. Dan heb ik zin om gewoon mijn raam open te doen en mijn stenen naar beneden te beginnen gooien. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Tenzij die mensen buiten staan, je naam te schreeuwen voor heel de straat. En soms heb ik dan zelf open gedaan om een foto te nemen. Maar zet je nu eens in deze situatie. Ik heb al fucking veel gezegd in video's dat ik niet wil dat mensen naar mijn huis komen. Toch gebeurt dit, oké. Okay, fuck dat. Ik woon hier samen met mijn mama, mijn stiefpapa. En die mensen moeten niet werken. En neem er even bij dat dit allemaal gebeurt op mijn verjaardag. Het is mijn verjaardag en ik lig te slapen. Om 10 uur, 11 uur, zoiets. Ineens wordt de deurbel fucking hard gespamd. Maar echt blijven drukken. En hoor je van buiten dat je naam geschreeuwd wordt. Ik lig dan in mijn bed op mijn verjaardag. Yes. Wakker gemaakt. Door kijkers. Super awesome. Ik begin mij aan te kleden. De deurbel blijft gespamd worden. Mijn stiefpapa gaat naar beneden. Die legt uit van ja, je gaat wel komen. Bla bla bla. Ik was echt boos. Ik dacht van, yo, dit is fucked up. Dit is echt iets waar dat niet chill is en dan ook nog eens omdat het op mijn verjaardag gebeurt. Ik ga naar beneden, ik doe open en ik zeg tegen die dudes van, yo, als je naar mijn huis komt, dan doe je dat niet op die deur bellen. Je doet dat niet. Ik ben niet boos geworden. Ik heb gewoon gezegd wat er gebeurd is. En ik ben dan gewoon weggefietst. Ik ben dan gewoon naar school gegaan omdat ik nog boeken moest inleveren. Besef even dat die jongens dat gefilmd hebben dat ik boos aan het worden was. Zij hebben dat stiekem gefilmd dat ik boos aan het worden was. En dan hebben ze daarna wel nog gevraagd voor een foto. En dan durfden ze te zeggen dat ik aan het klagen was. Die fucking 6 faggots die in een go-car voor mijn huis stonden, die gewoon door mijn boom zijn gereden. En ik meen het echt door mijn boom. Ze hebben echt gewoon dat ding half meegesleurd. Als je goed kijkt, dan zie je het wiel van de go-car hier ingaan en hier uitkomen. En dan hier zijn ze dan gestopt. Echt voor mijn huis. En dan durft een van die vieze honden mij te filmen zonder dat ik het wil, buiten mijn huis, echt recht voor mijn huis, dat ik zeg waarom ze niet zo kunnen doen. Je kan niet een deurbel blijven indrukken. Ik woon hier niet alleen. Ze hebben niet alleen mij wakker gemaakt, ook mijn mama. En mijn stiefpapa lag al beneden, maar yo, dat kan je echt niet doen. Zijn jullie niet opgevoed of zo, fucking faggot? Ik weet dat jullie deze video fucking aan het kijken zijn. En alsof het nog niet erg genoeg is, toen ze weg aan het rijden waren uit mijn straat, zijn ze tegen een oma gereden. Want toen ik terugreed in mijn straat, stond de politie bij hun. Zo, dus dan heb ik nog eens goed gelachen naar hen. En dan kan je je natuurlijk afvragen, yo Acid, zijn er beelden van die video? Ja, er zijn beelden en die gaan we nu lekker samen bekijken. Let's go. Zoals je kan zien hier, je ziet mij staan bij mijn fiets. Je ziet de go-car van die jongens staan. En ik was hier gewoon een preek aan het geven. Weet je wat ze deze video hebben genoemd? Ruzie met Acid uitroepteken. Dan willen ze daar nog eens views uithalen, hè? Besef dat. Kijk, ik heb zijn hoofd nu misschien geblurred. Maar zoals je kan zien, hij staat in mijn straat. Hij zegt letterlijk wat hij ziet. Hij ziet dat mijn stiefpapa in de zetel legt. En dat ik in de keuken sta. En dat ik niet naar buiten wil komen. En hij zegt dat ze gewoon gaan wachten tot ik naar buiten kom. Onder wachten verstaan ze dan nog een paar duizend keer op mijn bel drukken. En mijn naam blijven schreeuwen van buiten. Maar alsof het nog niet erg genoeg is. Toen ik buiten ben gekomen is één van die dudes mij stiekem beginnen filmen. Je bent een fucking rotte hond. Ik
kom naar buiten en neem nog een foto met jullie. Dat jullie zelf durven van die foto dan als thumbnail te gebruiken. En jullie filmen mij stiekem. Kijk, en hier begint de verborgen camera zoals je kan zien. En ik ga het jullie gewoon laten zien. Geniet, ik ga meekijken en ja, let's go. Kom maar. Dat is echt rot. Doel, ik weet niet wie dat er heeft aangebeld. Maar je doet dat echt niet. Je slaat echt niet op het bel. En dat echt niet zo. Want ik woon hier niet alleen, hè. Dus je hebt niet alleen mijn ochtend goed verstoord. Maar ook van de rest van de mensen die hier wonen. Ik bedoel, je had ook gewoon één keer kunnen bellen en dat gewoon. Ik weet niet. Yo, hoor je die meeuwen? Dat is echt het typische geluid van de zee. En ik haat meeuwen. En ik haat deze jongens nog meer! Kun je, als je mijn video's zou kijken, dan weet je toch ook dat ik eigenlijk niet chill van dat mensen naar mijn huis. Dat! Dat! Precies dat! Ik zeg 1000 keer dat ik het niet chill vind. Als mensen naar mijn huis komen, dan zijn het altijd de grootste fans die voor mijn deur staan. Fuck jullie. Eens een keer gezegd. Dat ik echt niet chill vind als er mensen voor mijn deur staan. Nou. Ga ik maar een foto nemen, want anders ben ik voor niks opgestaan. Ga ik maar een foto nemen, want anders ben ik voor niks opgestaan. En ik heb een foto genomen met die dudes. En dat was de reden waarom ze zijn gekomen. Niet om mij stiekem te filmen. Dan durven ze me nog te filmen als ik wegfiets ook. Dus daar gaat Ace zitten. Hij zit te klagen dat wij hem niet mogen wakker maken. Heb je dat gehoord? Hij zit te klagen dat wij hem niet mogen wakker maken. Yo, jullie stonden voor mijn deur op mijn verjaardag in de ochtend. Ik wou slapen. En dan maken jullie mij wakker. Rotte honden. Ik hoop dat jullie ook eens wakker gemaakt worden op jullie verjaardag. Ergens is ze niet eens gelukkige verjaardag hebben gezegd ook, hè. Gewoon, yo. Zijn ze weggereden uit mijn straat? Hebben ze nog tegen een oma gereden in mijn straat? Goeie shit. Shoutout naar jullie ouders. Big shoutout naar jullie ouders. En ik mag geen YouTubers pesten. Dus ik ga jullie gewoon een leuk berichtje geven. De guy die deze video heeft gemaakt is Slatster. Breng zeker een bezoekje als als kanaal. Shoutout naar jou, man. Thanks om dat te uploaden. Om mij stiekem te filmen. Om mijn deurbel te blijven spammen. Om mijn mama wakker te maken terwijl zij ziek in bed ligt. Dat is geen probleem, hoor. Dan neem ik nog een foto. Dan gebruiken jullie die foto als thumbnail. De video noemt ruzie met Acid. Oh, dat zijn dingen die je niet kan maken. Ik hoop dat jullie allemaal gebuist zijn voor jullie rapport. Ik hoop dat jullie ook aangereden worden door een go-car. Dus jullie eens door de stad lopen later. Tot de volgende keer. Adios, bitches. Tot morgen met een nieuwe video op mijn kanaal. Onze heer en ik ben jarig! En deze hoed is echt niet relevant. Ik bedoel, dit is uit de Albert Heijn. Er staan bloemetjes.